Ja, een hele goede middag. Welkom bij deze livestreaming bezichtiging op de Huizerstraatweg 16B in Naarden. Mijn naam is Eduard van Nieperen en leuk dat je even meekijkt. Door middel van deze livestreaming bezichtiging wil ik alvast wat meer laten zien van het huis hier achter mij op de Huizerstraatweg 16B in Naarden. En wellicht kan je door middel van deze video een wat beter beeld krijgen dan alleen de foto's die je wellicht al op internet hebt zien staan. En ik begin eigenlijk altijd buiten, zoals waarschijnlijk vele mensen wel weten. Om eerst even wat meer te vertellen over de omgeving. En daarna neem ik je mee naar binnen om ook uiteraard de binnenkant te laten zien. Even kijken, daar zijn we. Ik sta inmiddels in de voortuin van het huis. En dan zal je zien dat het huis, en wellicht heb je dat ook al een beetje kunnen ervaren bij het kijken van de foto's, heel besloten ligt. Het ligt in een hele mooie groene omgeving aan de rand van Naarden. Eigenlijk tussen Naarden en Valkenveen in, richting Huizen is dat. Dus het is een beetje een buitengebied, maar relatief dichtbij ook naar de vesting. Als je hier de fiets zou pakken, dan sta je binnen 10 minuten in naar de vesting. En ga je de andere kant op, nou dan binnen een paar minuten rijden, zit je heerlijk in een bosgebied van Valkenveen en dan rij je door naar Huizen. De Huizenstraatweg, dat is een doorgaande straat tussen Naarden en Huizen in. Ik zal er even naartoe lopen. Elektrisch bedienbaar hek en zo kom ik bij de straat. En dan zie je dus inderdaad al gelijk hoe groen deze omgeving is. We zijn aan de weg aan het werk zoals je ziet, aan de gele borden. En belangrijk om te weten is dat het huis relatief dicht bij de snelweg A1 ligt. Je ziet hier de viaduct tussen het groen. Met een geluidswal, maar dat is ongeveer op een 150 meter afstand. Het is goed om je dat te realiseren. Nou, de straat zelf is dus inderdaad een doorgaande weg, 50 kilometer weg. En deze kant op leidt je naar Huizen. En als ik me dan helemaal omdraai, dan zie je dus inderdaad de toegang tot het perceel. Afgesloten door een elektrisch bedienbaar hek en heel veel groen. Hij ligt lekker besloten. Nou, een oprit zoals je ziet voor één of twee auto's. Er is ook een garage, maar die is moeilijk toegankelijk op dit moment. Dan moet je echt flink even gaan snoeien. Ja, en het huis is heel karaktervol. Het is gebouwd in 1923. Twee onder één kap. En hij heeft nog een aantal mooie details, zoals je dat bij het dak ziet al, met de grote overstek. De entree met de overkapping heb ik nu in beeld achterin. En daar achterin zie je dus inderdaad de garage. Draai ik eventjes om, dan zie je ook de voortuin. Een hele grote rhododendron. En als ik nou toch buiten aan het filmen ben, loop ik ook gelijk even door naar de achterkant. En dan ga ik daarna naar binnen. Wat ik zelf heel leuk vind is deze erker aan de zijkant van het huis. Dat zie je niet vaak. Meestal zit dat aan de voorkant. Maar hier heb je dus hem aan de zijkant zitten. En daardoor zie je ook een goede breedte in het voorste gedeelte van de woonkamer. Hier openslaan de deuren aan de zijkant. Een stukje uitbouw in ver verleden zoals je ziet. Dat is echt ook wel lang geleden. Geeft een mooie diepte in de woonkamer. En hier dus de vrijstaande garage en de achtertuin. En ook die, net als de voorkant, is helemaal omsloten door groen. Hier achter het groen bevindt zich een groot parkeerterrein
van een fabriek die hier in de buurt staat. De geur- en smaakstoffenfabriek. Maar ja, wat ik al zei, zoals je ziet, veel groen. Dus eigenlijk heb je daar compleet geen last van of zicht op. Het zijn ook groenblijvers, dus je kijkt er echt niet op uit. Wil je precies de situatie weten, dan raad ik je aan om even Street View te pakken. Of de Google Maps, zodat je ook van bovenaf even de omliggende ruimtes, percelen kunt bekijken. Het is natuurlijk anders dan een huis wat midden in een woonwijk ligt. Goed, dan ga ik naar de voordeur. En zoals ik al zei, een mooie overkapte entree. Overdekte entree. Met de voordeur. Ook gewoon mooi de originele houten voordeur met het glas en lood. Er zit divers glas en lood hier in het huis. Nou, dan gaan we de hal in. Een mooie lange hal. Met hier dus de trapopgang. En een mooie paneeldeuren in het zicht. Met hier links de trapkast, toilet. Rechtdoor ga ik de keuken in. En rechts de woonkamer. Ik zal even rechtdoor lopen. Nou, dan zoals je ziet, dan komen we in de keuken. Een ruime keuken. Mooi in die L-vorm opstelling. En een moderne uitvoering. Netjes wit met een grijs aanrechtblad. Er zit Smeg apparatuur in. Ja, dus het fornuis wat we zien is van het merk Smeg. En ook bijvoorbeeld de vaatwasser die hier aan de rechterkant zit. Leuk ook hier vandaan zicht op de achtertuin. Extra daglicht door middel van het raam die we hier zien. En leuk ook de raampjes met de originele roedeverdeling. En ook bijvoorbeeld het beslag. De boompjes die we hier zien zijn origineel. Vanuit deze keuken heb je direct toegang tot de woonkamer. Dat is deze deur. En hier komen we dus in het, wat ik net buiten al even liet zien, een stukje uitbouw. Wat in een heel ver verleden is gerealiseerd. Met leuk hier die openslaande deuren. Die je direct in de achtertuin brengt. Het terras daarvan. Ook hier ontzettend veel lichtinval. Extra zijraampje waar de huidige bewoner een bureautje heeft neergezet, een werkplek. Ja, en hier dan de woonkamer. Alles bij elkaar gemeten, net geen 11 meter diep. Mooi hoog plafond, origineel plafond zoals je hier kunt zien. De openslaande deuren die we net ook al aan de buitenkant zagen. Met het mooie glas en lood daarboven. Het glas en lood dat heeft aan de buitenzijde voorzetramen. Dus een stukje isolatie is daarmee ook aangedacht. En hier ligt op de begane grond een lichte planken vloer. Houten vloer. En de kamer en suite zit er nog in. Aan beide kanten zie je dus twee kasten. Deur zit er niet meer in, ze hebben hem open gehouden. Schuifdeuren zitten er nog wel in. En de kamer aan de voorkant. En wat ik je buiten al vertelde, die kamer die heeft aan de zijkant een erker. Waardoor die net wat breder is dan het achterste gedeelte van de woonkamer. En ook hier weer dat mooie glas en lood. En de open haard. Zoals je hier aan de linkerkant ziet.
En aan de voorkant is weer zicht op die groene tuin. Ook hier het originele plafond. Ik zal eventjes omdraaien, zodat je ook vanaf deze hoek de achterkant kunt zien. Wanden zijn overigens allemaal gestuukt, dus mocht je dat een ander kleurtje willen geven, dan kun je dat oversausen. En vanaf hier heb je dus zicht naar de achterkant. En die open haard. In die uitbouwen zie je nog wat spotjes in het plafond. Dat is in de donkere dagen altijd wel prettig. Zeker als je hier een bureautje hebt staan. En hier dus de deur naar de keuken waar ik net vandaan kwam. Dan ga ik je meenemen naar boven. De eigenaar heeft nu in de hal deze kast neergezet. Op de foto's zie je hoe de hal eruit ziet zonder de kast. Dan heb je natuurlijk een wat bredere doorloop. En hier weer leuk die oude deur met het zijraampje. Nou, dan gaan we naar boven. Het huis heeft in totaal 143 vierkante meter woonoppervlakte. Verdeeld over 3 verdiepingen. En hier op de eerste verdieping hebben we een beetje traditionele indeling. 2 grote kamers en een wat kleinere en natuurlijk de badkamer. Nou, ik begin even met de kleinste. Die is door de huidige bewoner in gebruik genomen als kleedkamer. Ja, en hier zie je dus weer dat mooie glas en lood. Dat kom je door het hele huis kom je dat tegen. En dan ook dat originele deurbeslag. Prima werkkamer, eventueel ook, of kinderkamer. Maar de huidige eigenaar, zoals ik al zei, heeft hem in gebruik als kleedkamer. Maatvoering hebben we op de website staan. Dus ben je benieuwd naar de grootte, de maten, kijk dan even op de site huiserstraatweg16b.nl. Nou, de grotere kamer, deze zit aan de achterkant van het huis. Met een grote raampartij in de zijgevel. Ook hier weer leuk die roedeverdeling. En voldoende ruimte zoals je ziet voor een tweepersoonsbed. Dressoirtje. Dan heb je voldoende ruimte om er nog omheen te kunnen lopen. En ook wel prettig is, en dat zie je vaak in de wat oudere huizen, een vaste kast. Die zien we hier rechts. Nou, beneden lag er een houten vloer. Hierboven ligt er een grijzig laminaatvloer. Hier ook weer een vaste kast op de overloop. En hier de tweede grote kamer van deze verdieping. Ook voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed. Eventueel nog een losse kast. Er zit ook een vaste kast in, zoals je hier links de deur ziet. En het leuke van deze kamer is dat er openslaande deuren zijn boven de erker van de begaande grond, moet ik zeggen. Er staat nu een dressoirtje voor, of een tafeltje, maar dit zijn dus openslaande deuren die je open kunt zetten. Even goed kunt ventileren. En als je dan hier weer naar buiten kijkt, ja, dan zie je alleen maar groen. Nou, hier zie je dus inderdaad grote kastenwand er nog ingezet. Tweepersoonsbed en ik kan nog prima eromheen wandelen. Trap naar zolder, die
ga ik zo op. Eerst even de badkamer. Nou, de badkamer is ook een aantal jaar geleden aangepakt. En die is voorzien van een dubbel wastafelmeubel, zoals je hier ziet. Wit betegeld. Op de grond liggen grijze anthracietkleurige tegels. Een tweede toilet. Dan loop ik er even in. Een douche. Die hebben we hier. Een inloopdouche. Met een douchegordijn. Je zou heel goed daar ook bijvoorbeeld een deurtje in kunnen zetten. Mocht je het niet prettig vinden om een douchegordijn te hebben. Ja, dan gaan we naar de zolder. En hier op zolder hebben we een ruime voorzolder. Net zoals je ziet de wasapparatuur. Ook de ketel heeft hier een plekje gekregen. En er komt daglicht door middel van het dakraam. En dan is er nog een goede vierde kamer. En die wordt nu een beetje gebruikt als, als werkkamer, zoals je hier ziet. Maar aan de voorkant is een grote ruimte die nu als opslag gebruikt wordt. Ook een groot dakraam, dus je hebt voldoende daglicht. En zoals je ook hier kunt zien, is het helemaal besloten. Geen zicht op het parkeerterrein wat hierachter bevindt. Goede staahoogte hier. De kap is aan de binnenkant afgewerkt, geïsoleerd. En ja, wat ik al net al zei, kan natuurlijk een prima kinderkamer of logeerkamer zijn. Maar hier wordt op dit moment gewoon de boel opgeslagen. Gewoon een bergzolder. Nou, ik zie dat er weer wat mensen bij zijn gekomen die meekijken. Ik ga langzaam weer even terug naar beneden. Dan laat ik die ook even zien. Wat minder uitgebreid dan dat ik net heb gedaan. Maar mocht je er nog een keertje na willen kijken, dan kun je straks vanmiddag op de site huizerstraatweg16b.nl de opname van deze streaming terugkijken. Nou, hier weer terug op de eerste verdieping. Met dus twee grote kamers en een wat kleinere kamer. Dit is een van de grotere. Een hele leuke vind ik zelf, want daar heb je de openstaande deuren. Naar een balkonnetje aan de zijkant van het huis. Voldoende ruimte voor een kastenwand. Een dubbel bed. Voldoende ruimte om eromheen te wandelen. De badkamer. De badkamer heeft een inloopdouche hier rechts, een tweede toilet en een groot wastafelmeubel, een dubbele. Wit betegeld, op de vloer liggen anthraciet kleurige tegels. Aan de achterkant ook een ruime kamer. Mooi ook weer hier die paneeldeuren. Prima maatvoering. En dan de kleinste die op dit moment als kastenkamer wordt gebruikt. Maar is echt een prima kinderkamer, werkkamer. Het is maar net hoe je het gebruikt. Dan neem ik je weer even mee naar de woonkamer. En dan sluit ik straks af in de tuin. Een leuke hal. Met de originele deur hier ook weer met dat glas in lood. Zijraampje. En het is een lange hal
Met uiteraard toegang tot het toilet, de woonkamer en de keuken. Hier de keuken, modern uitgevoerd. Veel werkruimte, maar ook bergruimte. Veel lades. Er zit inbouwapparatuur in van het merk Smeg. En deze keuken die is niet alleen vanuit de hal toegankelijk, maar ook vanuit de woonkamer. En je kunt hem afsluiten door middel van deze deur. Hier vandaan dubbele deuren naar de tuin. En hier een overzicht van de hele woonkamer. Mooi met die hoge plafonds. Bijna, volgens mij, even uit mijn hoofd gezegd, bijna 2,80 meter. Originele plafonds. Heel mooi. En de complete diepte van de woonkamer is ongeveer 11 meter. Ja, dit zijn natuurlijk hele leuke details van het huis. Kamer en suite erin, schuifdeuren. En de zithoek, de kamer aan de voorkant, die heeft een erker aan de zijkant. Dus hij is mooi breed. Nou, dan neem ik jullie nog even mee naar buiten. Even kijken of ik de sleutel heb, anders heb ik straks een probleem. Ja, nee, dat gaat goed. Zo. Kijk eens wat een groen. Grote rode dendron aan de voorkant. Hier hebben we dus de oprit. De oprit die is afgesloten door middel van een elektrisch hek. En daar hebben we dan de Huizenstraatweg. Ja, ik vertelde aan het begin al, dat is een doorgaande straat richting Huizen. Of de andere kant op richting Naarden. En wat ik ook aan het begin al vertelde, goed om te weten. Het is een ligging groen, mooi in een bosrijke omgeving. Ja, maar je moet je ook beseffen dat de snelweg A1 hier ook redelijk dichtbij ligt. Ongeveer, nou, schatting, tussen de 150 en de 200 meter. En daar zou je af en toe wel wat van merken. Daar ben ik heel eerlijk in. Hè. De ene dag is het meer dan de andere dag. Maar dat is natuurlijk wel even goed om te realiseren. Goed. Dat was even de korte rondleiding bij dit hele charmante 201 Kaphuis. 1923 gebouwd. En ik hoop dat je door middel van deze video een beter beeld hebt gekregen van het huis. Anders in ieder geval dan als je de foto's bekijkt. En we hebben dus een site, huizerstraatweg16b.nl. Daar vind je alle informatie over dit huis. Daar kan je dus vanmiddag, eind van de dag, kan je deze video ook nog een keertje terugkijken. Mocht je halverwege zijn ingeschakeld. En daar vind je ook de plattegronden. En natuurlijk ook onze contactgegevens. Dus mocht je vragen hebben, dan kan je altijd even bellen of een mailtje sturen of een WhatsApp bericht sturen. En wil ik je voor nu bedanken voor het meekijken. En wellicht weer een volgende keer. Voor nu dank en goed weekend.